Oké, ja goed, ik ben slim met mijn domme hoofd en ik wou ruimte me vrijmaken op Masters Day in plaats daarvan. Nee, het is gelukt, maar de quali van nu was een van de dingen die ik verwijderd had, dus dat is een klein probleempie. Tweede gekwalificeerd, op naar de race. Oké, jammer dat ik heb zoals je kijkt naar een gunje aflevering, ik ben ik. En vandaag zijn we terug bij een iets andere start, want ik verpest. Ik druk op die startknop. Ik drukte op de 26 lap race. En ik heb mijn opnames vergeten aan te zetten. Mijn cam staat wel, maar mijn opnames stonden niet aan. Dus ja, welkom terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Hey. Ik ben benieuwd wat er van gaat komen. Want seizoen 1 hadden we een leuke banger. Eerste podium. Gaat nu niet gebeuren, want wij hebben dus eerste podium gehad. Maar we starten wel lekker tweede. However, as beautiful as the setting is, this track is also a ferocious technical challenge where the smallest of mistakes could lead to catastrophic consequences for all of our drivers. Great boundaries. We race as one, hashtag. We race as one. Let's kick off our conversation. Right, Alex Albon. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components maintain the power Alexon through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. With the race minutes away from starting, I want to see looks like. Lewis Hamilton lines up on Boo! Boo! Yay! Bottas, Perez. Dat is niet zo licht. Ja, negende. Sikkel. The rival. Kimi Raikkonen and Vettel, Grosjean, Magnussen, Nick de Vries and Nicholas Latifi, Ricciardo, Russell, Giovinazzi and Alexander Albon. Ouch. Ah, die start al 12e. Ouch. Let's go down to the track in a favorite rocket ship. Top 10 finish. Wat is sneller? Deze is 3 seconden sneller. Dan gaat het om tire management. Ik hou. Oh, we moeten allebei pitten voor lap 6. Dus we kunnen in lap 6 nog kijken. Gaan we weer voor de softs of gaan we voor de hards? Alrighty, mate. Selecteer ik de 2-stop-strategie. En dan zullen we kijken wat we van bakken. Eerst een major lap die iedereen toch lekker skipt. Alrighty, hoppa. Oké, mijn mic staat iets harder dan normaal. Ik hoop dat het geen issue is, anders ga ik heel hard huilen namelijk. Alright, we will see eventually. Ik heb Hamilton ook gewoon compleet voorbij geghost. Oeps. Sorry. Not me. AI. Kan ik niet zo doen. Oepsie. Sorry, foutje. Bedankt. Thanks. Alright. Let's start. Have a good start. Have a good smile. Have a good life. Thanks. The rest of the grid is forming up. Be patient. Watch for the lights. 5 rode lichten. And away we go. Alright. Hamilton covered me. Hamilton is covering me. Bottas up the inside. Ik tik klein stukje tegen Hamilton aan. En Bottas is me voorbij. Maar ik rem hem hier weer dicht. Dus ik close the gate met Bottas. And come on. Rij van ze weg. Not now. De ballen. Cheers. Doei. Blaf blaf. Alright, ik heb zo'n gevoel dat mijn top speed eigenlijk beter is dan de Mercs at this point. Want ik hou ze hierbij, zeg maar. Alleen het is gewoon die cornering wat ik zelf gewoon niet aan kan. En deze setup plus auto gewoon niet. Ja, to get past. Jeff, heb je wel eens gehoord hoe lastig dat is, Bik? Teammate status. We gaan weten waar die eerst niet wanneer. 8. Volgens mij een positie gezakt. Weet ik niet zeker. What the fuck? Bottas! What were you thinking, man? What the fuck? Alright. Ik ga daar gewoon in mijn lijn. Ja, maar jemig Bottas. Ik wil een beetje overdreven van je. Kijk, ik ga daar en ik stuur al in en dan... Kijk, zie je hem gas geven hier? Jong, als je goed kijkt, hij accelereert hier. Om ertussen te komen. Dan vraag ik het erop, maar blijf mijn man lul, achterlijke idioot, gladiool. Jongen.
Wat een pauper game is dit met AI. Is toch ook echt ongelofelijk. Jonge, 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 jonge game. Dit is toch ook weer heel menselijk dit. Daar gaat Bottas. Championship leader. Gone. Reden. Game. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS. Nou, wat zou toch leuk zijn als ik het hier zou zijn? Ben ik ook, als het goed is. Zeker. Dus, maar ik ga er niet langskomen. Helemaal de snelheid is gewoon te snel gewoon in het rest van het circuit. Dus ik denk dat ik hier soort van strak achter zit. En wanneer mijn ERS en fuel op is, dan zie je, je trekt gewoon van me weg. En dat is dan bij elk van dit soort bochten. Dus ik denk wanneer mijn ERS en fuel op is, ga je in ieder geval krijgen dat hij van me wegrijdt. Maar ik ga alles proberen om met de ERS langzaam heen te komen, dat hij achter mij moet gaan zwermen. Want als hij achter mij blijft zwermen, net zoals Bottas deed, ja, dan kom je er moeilijk langs. En dan kan ik gewoon die fence tricks gaan gebruiken en dan sparen hier. Zou het dan hier lukken? Ik heb geen ERS assistance. Nee, denk ik. Nee, denk ik. Nope. Hou hem deze. Dan nog een keer proberen. Come on, man. Come on. Yeah, thank you. For letting me use the fucking line. Wijd buiten. Bochie, niet nodig. Ging niet, laat me raden, hij ging over die fucking curb. Door de bouncy terug tegen mij aan. Alief space. Ja, you go over curb and you then you go bounce to me. Did you got wing damage, I guess. Not. Psych, bitch. Alright, now it's just a matter of take the victory home, please. Take the victory home, Nick. Come on. You can do this. Sebastian Vettel. They're retiring from the race. Safety car? Virtual of zo? I don't know. Heeft waarschijnlijk helemaal niets, hè? Normaal gesproken zou dit altijd een safety car worden, want je zit op een fucking straatcircuit. Het is gewoon gevaarlijk. Maar waarom zouden ze nu een safety car erin janken, joh? Why? Why should they? Game? Why the fuck should they? Ik weet op voor Tyre Hamilton gaat. Driver behind. Hamilton is behind you. The gap to the car behind is 1.1 seconds. They're on old softs. Their tires are 3 laps old. Ze pitten we dus weten. Ja. En de one more stop. That's the part I'm worried about. Hun nemen die 1 stopper. And that means going on to the hards and drive the race home. Going to the hards is part of that issue, zeg maar. Dat is een gedeelte van het probleem, the hards. Ja, nu is hij allemaal weer up to me. Ik weet wanneer ik echt moet pushen als Hamilton deze ronde naar binnen gaat, dan gaat hij me proberen te underklunten. Maar alleen, we hebben een Gasly die heel attractive is in Hamilton's kontje. En Bottas zet de fastest lap onder natuurlijk gepitte circumstances. Maar me opvalt dat Bottas nog zover voor aan ligt. Want volgens mij zie ik dat Mercedes logo ergens daar. Het valt me op, 55%. Not good, not good at all. Right, ik zet alles open in. Hamilton just mag me niet inhalen hier. Gaat hij hier niet meer lukken? Oké, niemand gaat nu naar binnen. Ik denk dat ik ook op die hards ga dan. Als Hamilton op die hards gaat. En anders loop ik een pitstop achter Hamilton. En ik weet sowieso dat dat niet kan. En de andere jongens kan ik op zich nou achter me houden. Maar het gaat die Mercedes die ik gecoverd moet hebben. En de enige manier hoe ik een Mercedes gecoverd krijg, is sowieso zorgen dat ik geen pitstop op hem achter zou kunnen lopen. En 60% tire wear. Afgevinkt. Ik weet niet waarom ik het zou moeten afvinken, maar als ik het zou moeten afvinken, heb ik het nu afgevinkt. Oké. Daar hield ik hem ook echt net. Dan zal ik een klein twistie van het stuurtje. Klein twistje. Gasly is voor de overtake. Oelala. Gasly is trying to overtake Lewis Hamilton. Of de pits in.
Maar Gasly is dan ook van niet gelukt. En Hamilton heeft wel van hem dichtgeremd. Ja, Hamilton putting on the hard tires. Gasly waarschijnlijk putting on the hard tires. Dus dat is hetzelfde maar wat ik ga doen. 2x2. En de voor. Dab dab om die haters. Oké, midden in. Traffic. Oeh, de Vries. Het is op zich wel nice. Want Hamilton is achter mij in traffic. En als ik de Vries hier kan clearen. En dan moet ik wel de Vries clearen. Oké, nee. Oké, toch wel. Oh, no, 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 no. You're not touching me, mate. Dan moet ik de Vries even clearen hier. En dan terug naar voren, want hoe meer auto's ik nu even tussen Hamilton zet, hoe beter het voor mij is. Alright, let me not pull an Albon, maar laat me hier wel een succes voor iemand inhalen. What the fuck doet jij nou weer? Ik wil voor die binnenkant, jij gaat op eens verleden naar die binnenkant. Ja, warning collision with the Vries. Oh ja, hoe zou dat kunnen komen? Niet mijn schuld hoor. Thank you. Hey, doe het even. Nice move, good job. Oh, daar rijdt Bottas helemaal, jongens. Jongens, Johnny. Heel ver achter. En Hamilton rijdt, I don't know waar. Moet ik oppassen voor hun, dat ik wel voor hun uitkom. Come on, ik moet alles openzetten nu daarvoor. It's gonna be very tricky. Oké, dat is gelukkig nog gelukt. Dus ze komen nu naar buiten. Oké, nu heb ik Magnussen voor me. Die corner een beetje opgefeukt. Ricciardo, just don't. Just don't, just be stoned. And just don't. Die ga ik hier niet kunnen hebben. Maar ja, je remt af en toe zo vroeg. Snetvers. Nu het hele gedeelte waar Magnus me weer gaat ophouden. Want hè, zo gaat het in de wereld. Als je daar niet langskomt, krijgt het hele stuk gigantische verremming. Plus circa irritaties van Dirty. Nu moet ik weer naar Magnussen toe komen, anders krijgen we een ander grote probleem. En dat is dat ik er alsnog niet voorbij kom. En dan probeer ik ietsjes ruimte te houden in die castle, zodat ik sneller hier naar boven kan zwiepen. Anders zit ik tegen zijn reet aangeplakt. En dan moet ik eigenlijk een De Vries overtakeje poelen. Om snel van Magnussen af te komen. Het zou moeten lukken toch? Nope, not gonna work. Ah, ze remmen hier zo fucking vroeg. Zo'n hekel aan, echt waar. Need to use that escape road there. En nu is het just sailing past. Want nu, ja, nu heb je zoveel overspeed. Nu ga je er ook langs ook. Kijk nog een gratis DRS bij voor de sympathy. Joe, de ballen. En nee, ik laat ze niet vallen. Doei. Tudun. Ja. Driver in front. You've moved into P4. Fourth place now. Signs ahead. Our gap to the car in front. Dat vraag ik inderdaad. Uit een hoef ik me nog niet gepit. Uit. Nice. Hemi is right recht achter Ricciardo. Ricciardo is Magnussen voorbij. Ik dacht van ik ben benieuwd als Hemi iets gaat proberen. Ah, Hemi probeert het ook. En misschien gaat hij twee auto's in een keer clearen. Hij doet het ook. Hij cleart. Twee auto's op hetzelfde rechte stuk. Hij doet het hier bij Kemach. En daarna gaat hij door naar... Ricciardo. Ik was even de naam kwijt. Oké, nu is het wat kut. Want dan heb ik hem in mijn vizier. Geen zin in, geen trek in. Motjes brasjes, je krijgt de lead niet. Fuck jou. Duidelijke taal, toch? Een tijdje geleden dat hij... de voorkant heeft kunnen kussen, alleen nu zit hij in een Renault en niet in een potentiële winnende Ferrari. Dus dat is een het kleine verschil. En het kleine verschil is dat hij nog moet pitten en ik niet. Oh, Perez heeft... Perez is geweest naar 30, naar 50 gekomen en is op de softs, dus gaat zometeen weer wegvallen. Want hij heeft zichzelf nu laten zien dat hij officieel op een twijstoppa zit. En dat is niet goed voor de puntjes, want je zak je wel aardig hard als je op een eenstopper zit. Of als er achter een mensen nog op een eenstopper zitten, dan zakt hij wel aardig hard. En dat is niet best. Okay, gap ahead is 2.2
2.6, maak er maar 2.5 van. Want dat gaat op zich de goede kant op, maar die gap met Hamilton wordt af en toe groter, kleiner. En ik wil dat hij gewoon alleen maar groter wordt. Want ja, ik wil niet tijd verliezen, maar ik kan niet telkens wel iets slipstream van mij pakken. En dat vind ik ook niet echt het leukste op de wereld. Gaat Sainz naar de eerste plek toe? Het zou kunnen. Volgens mij zit Sainz te battelen met ons Kimi Räikkönen. Sainz zit daar te battelen. Die krijgt natuurlijk another shot hier zo meteen. Of die krijgt nu another shot om zichzelf omhoog te tillen. En ik probeer mezelf naar Ocon toe te tillen. In de hoop dat ik daar op een goed moment aankom. Dat ik gewoon meteen met DRS langs kan vliegen. Dan kan ik nu gewoon telkens aanstal te maken. Zo meteen op het rechte stuk gewoon langs zweven. Want als Ocon me in dit geval niet ophoudt, ben ik daar wel zeer blij mee. Yes! Was dan een kleine vraag als ik hem zou hebben, maar ja, ik heb hem. En Ocon gaat de pits in. De eerste van de medium personen die officieel de pits in gaat. Of van de hards. Dus die gaan nu of naar de softs of naar de mediums. En ik heb zo'n gevoel dat het mediums voor hun is. Of één van hun gaat er nog super lang uitrijden dat ze uiteindelijk wel naar de softs toe gaan. Dat is eigenlijk dezelfde strategie die wij noemen, alleen voor hun omgedraaid. Dus dat zou op zich kunnen, weet je. Maar ik weet niet in hoeverre de game AI dat mogelijk maakt. Alrighty, binnen de seconde. Dan krijg ik zometeen dat DRS vleugeltje. Maar dan weet ik niet dat ze de pits in gaan. Volgens mij gaan ze allebei achter elkaar de pits in. Nee, laat maar. Ik dacht, ze gingen even op die pitlijn rijden. Dus ik dacht, maybe, you know, maybe. Maar ze gaat ervoor. Ze gaan ervoor. Ja, we need to get to the end of the race. Ik ga ook niet bij het einde van deze race komen. Als mijn... als Hamilton... Ja, ander achter me zit. Zo. De Renault Alpine dinges. Gecoverd. Zo daar geen lasten van, hè? Aan de rijden. De ballen. Alleen Sainz zal meteen nog even aan de weg helpen. Die kan me wel wat gaan ophouden hier. Maar anders moet ik even een De Vriesje poelen. Als het mogelijk zou zijn. Zou op zich daar dan weer wel mee weer helpen. En nu gewoon... Zodra ik achter hem zit. Zodra ik echt hier zit. Ga ik gewoon alles naar beneden doen. Want daar doet Slipstream en DRS het werk. Klunk. En ja, zie je, DRS en Slipstream doet gewoon hun werk. Jezus. Ging opeens wobbelen. Ja, dat moet je niet doen, pik. Don't wobble. Check. Mate. 32% achter. Ik moet nog zo'n 9-8 laps zo. So. Yes, sir. I'm gonna hold on to these tires, Jeff. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Ja, Jeff, die grip levels die voel ik af en toe ook al. Dus, Sainz is going into the pits. Dat betekent dat Hamilton weer al zijn flikkerende energie op mij loslaat. Dat betekent dat het sparen voor mij nu over is. En 24-7 knallen. Kvyat in de pits en Carlos Sainz met een softere gesoft. Knalt de fase slapping in. Dus Carlos Sainz krijgt tot nu toe nog een plus eentje. Kijken wat Bottas kan doen. Want ik en Hamilton natuurlijk zitten allebei op een uitrijstand. En geen fastest lap mogelijk stand. Ondertussen zit ik wel een personal best neer. Maar dat is geen fastest best. En, die personal best gaat er nog niet echt voor zorgen dat ik alles heel goed doe. Maar wij zijn zelf niet echt in stand om de fastest lap neer te zetten. Maar Carlos Sainz blijkbaar wel. En ik ben benieuwd als Bottas hierop nog gaat reageren. Want die zou ook zomaar nog iets kunnen doen. Ik weet niet waar die op dit moment rijdt. Niet mijn laatste. Dus hij zou dat nog eventueel kunnen wegsnoepen van Carlos Sinas. In de laatste lap is wel ingegaan. Dus ik moet er nog even volhouden en dan gaat hem. Mijn tires zijn 56%. Dus de tire wear kickt in de laatste ronde.
Ja, heb ik door, Jeff. Heb ik door. Alright. Hard, soft, medium, soft is de tire styles. Van iedereen in de top 5. Final lap. Right, dan moet je nagaan dat ik gewoon, als ik de twee stopstrategie had gekozen, als ik fucked. Vooral met gewoon geen safety car, dat verbaast me wel echt. Tire wear is ingekikt, Hamilton is een strike radius, Daniel Kvyat verbetert zijn tijd nog eens. Maar wat me ook verbaast is dat de Willys ook wel aardig hard doorrijden. En qua, hebben ze nog een enkel keer gelapt. Want de Willys zijn nu al in sector 3. Misschien als Hamilton on his own had gereden, misschien? Dan had het misschien gekund als Hamilton echt on his own aan het rijden was. Dus gewoon zonder mijn hinders, et cetera, et cetera. Maybe? I don't know. But they managed to keep driving. Bijna, ik wou het bijna zeggen. Come on, man. Come on. Come on. Come on. The checkered flag is out! Kabuya! Just! In time! Checkered flag is out. Niks geen wins again. Twee keer in Monaco. En hier in Azerbaijan. Alexander Albon, driver of the day! Lekker! Zie je blij zijn dan mijn team manager? Oh, met de graphics. Oh, ja! Yeah. Got him! Got him! Phenomenal victory! Got him! Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Yahoo. I think that smart tire management on track. Tire management. Fucking 70% tire wear bijna, jongens. Jongen. Hey, ik heb nog steeds geen hoofdjes. Waarom zijn die hoofdjes nog steeds weg? Ik snap het niet. The faces on our top three look so incredibly happy. Nog steeds! Nou, nee. Hoe is mijn podium dance nog steeds gebeurd? Het slaat er helemaal nergens op. Twee weken geleden al en nu weer. Potverdikke me. In dat nekkie, in dat kraagie. Hell to the F, to the fucking yeah, mate. Hell to the F, to the fucking yeah. Hoppa. Ik op nummer 1. Lewis Hamilton op nummer 3. Sainz op nummer 3. Of Hamilton op nummer 2 en Sainz op nummer 3. En ik speel erbij natuurlijk tier 15. Dan ga ik extra 10 omhoog. Tier 16, baby. Tier 16. Tier 17 niet. Got him. Ik had het gezegd, hè. Ik had het gezegd. Lando Norris. Lance Stroll. Ging er nog pitten of zo? Carlos Sainz, Carlos Sinos. Yes. In the Constructors' Championship, it was a tough race for our championship leaders who lose ground at the top of the table. There was also a strong showing from the McLaren team today as they make their way up the standings. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time? Be sure to join us again as we continue to bring you the latest excitement in Formula 1. Advance, hoppa, en door, zegt men dan. Terug naar Claire, die vrouw die eigenlijk helemaal niet... Welke crash, jij idioot. Zo, ik heb helemaal niet gecrashed, hou je bek, man. Zak. I didn't crash, which crash? Ding, 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 ding. Nice. Ik heb alleen mijn rivalry niet gezien. Kut. Hoeveel, op hoever, zeg maar. Hoppa. Check. Alle sponsors binnen. Check, check, check. Come on, man. Team Headquarters. Career round 9 out of 22. Hi. Hoppa. Leuk. GeForce Training, teambuilding, event. De race pace plus 2 omhoog. Is misschien wel handig voor meneertje trage Lando af en toe. Nee, I'm not doing that. I want some work at this engine, please. Give me some great engine surprises. Dat gaat mij voorbij Honda brengen. En die niet. En wat doet de rest, zeg maar? Dat gaat mij... Dat is engine power. Oké, ik wil echt gewoon engine power. Voor Frankrijk hebben we engine power gewoon goed. Complete, check, alles goed.
nog iets meer wat we kunnen doen? Nee. Moet ik iets nieuws fitten? En 2, ah, dit is mijn energy store 52, 51. Dat is maar allebei niet veel omhoog gegaan. Het kan nog wel een race mee als het goed is. Dan heb ik customization. Ja, dat boeit me eigenlijk helemaal geen dunder. Alright. Wat was je nou? Compare? Nee. Nee. Plus 5. Nice. Rate 91. Oelala. Nice. Wacht even. Ik wil alleen even. Waar staat dat nou? Oh, ik wil mijn ding weten. Of mijn. Rivalry. Alleen kan niet winnen. Alright, anyways, energy store complete. Yes, hoppakee. Extra durability. Alright, dus hoop ik een grote van een video. Smash het duimpje mocht je het niet gedaan hebben. Kijk de volgende keer zeker weer. En kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is. Tja, die gaan we alweer.